Hallo iedereen, welkom in Peters Keukentje. Ik ga vandaag een groenteomelet maken van restjes. Ik begin met een klontje roomboter in de wok. Daar komt bij een heel klein beetje sambal batjak. Een theelepeltje, een half theelepeltje eigenlijk. Heel klein beetje petersilie. Ook een half theelepeltje. Met fruit er even aan. Dan heb ik nog wat nasi bami groenten, wokgroenten. En dan ja. Een klein handje voorbij. Die fruit ik ook even aan. Ik doe nog een heel klein beetje knoflookpoeder bij. En ik heb hier drie eieren. Doe ik een beetje zout bij. En een beetje peper. En een heel klein beetje ketchup mayonaise. Ongeveer een eetlepel. Dan meng ik alles door elkaar. Er komt het ei erbij. En dan laat ik het even garen. En dat is alles. Dus ik zou zeggen, eet smakelijk voor straks. En ja, een eenvoudig groenteomeletje maak je gewoon zelf met de restjes die je hebt. Bedankt voor het kijken en tot de volgende keer.